De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, wil het leven in harmonie met de natuur meer gaan stimuleren. De organisatie wil volgens directeur Céline Frans daarom een project indienen waar de gedachte van het in harmonie leven met de natuur uitgewerkt zal worden. Hierin zal worden vastgesteld dat wat de duidelijke doelstellingen zijn voor het leven met de natuur. FITS zal met andere partners werken om dit te kunnen bewerkstelligen. De FITS participeert in de Suriname-Amazon-coalitie en Frans legt uit hoe de samenwerking eruit ziet. En binnen een groep, nou een beweging eigenlijk, want we zijn niet morgen, maar we bewegen, we beginnen tak naar ons schrijven, we beginnen ondersteunen, donderkamp, naar een gedachte dat die Uabi voor bekaring wetenschappers, voor universiteit of voor onderzoeksinstituten, zouden we ook toe in Apisroko dat die. Welke organisaties hebben we nog meer? Ook toe den tribale, ook toe den tribale brada nanga sa, ook toe den schrijven en participeren in de Suriname-Amazone-coalitie. Wie hebben we nog meer? Suribras. Dat nou wang de Karewa netwerk voor Lerimang nanga Uma, voor zowel Suriname nanga Brazilië. Dus maar dat go naar Brazilië, de stuka drapen en dan schrijf je ook toe aan leven, aan bijdragen voor apis die ze leven in harmonie met de natuur. Volgens Frans is de gedachte leven in harmonie met de natuur niet iets dat pas is ontstaan, maar het kwam al voor in het verleden. Frans is ervan overtuigd ervoor te moeten zorgen dat het doorgaat in de toekomst. Dus als je denkt dat je het idee hebt dat je kon eten, libi en harmonie met je natuur, met je omgeving, en een droom, een werkelijkheid. Dat is een voor de belangrijke conclusie, die mij persoonlijk. Dat leven in harmonie met de natuur, en ook zo wat voor de verleden tijd. Maar dat is ook voor de toekomst. Dat mi e bribi en mi hopu tak alles masa de jaso e aba bribi, a sem bribi ook tu. Tak a libi nanga a natuur. Want tu voorbeelde kari, je gaat in geen enkele dorp en dan zal je niet iemand vinden die een aapje misschien in huis heeft. Zal je kwekkie, een dier, een vogel. Het is simpel. Maar nou een belangrijk principe sa unu ingi wan tjako na visi. Leven in harmonie met de natuur. De lancering zal voor of rond eind februari plaatsvinden, waarna meer informatie zal volgen. De lancering zal plaatsvinden in Paramaribo.